Hallo mensen en super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Reageer op Video op. En we gaan reageren op een video van Twan en Rafael. Die hebben een video gemaakt over mij. Reageren op de eerste ontmoeting met Mark Vlogkanaal. Voor mij was het toen nog een Mark Kanaal gewoon. Mark Kanaal heet het eerst. Begon ik met Mark Kanaal. En daarna heb ik het Mark Vlogkanaal van gemaakt. Dat ik het toch net iets mooier vond denken. We gaan naar deze video kijken. Ik ga af en toe een beetje pauzeren. En deze is ook op de livestream terug te zien. En we gaan nu ook de opname doen natuurlijk. Dus voor de mensen die de livestream nu aan het kijken zijn. Sorry, ik kan niet al eventjes op de reactie kijken. Maar we gaan nu even op deze video focussen. Dus let's go. Laat aan het einde van de video weten wat je ervan vindt. Vind je mij nou tof? En vinden de jongens ook nog tof? Vergeet niet zeker eventjes een kijkje te nemen op beide kanalen. En te abonneren als je ze super tof vindt. Dan kunnen we ook een beetje groeien. En dan kunnen we weer content maken die we leuk vinden. En ja, zo is het een beetje waardering voor je hobby. Nou, ik doe het een hobby. Ik vind YouTube meer een hobby zijn dan werk. Dus daar vind ik het leuk om mee bezig te zijn. Werk is ook wel leuk, maar het is net iets anders insteken natuurlijk. Maar we gaan naar deze video kijken, we zetten geluid aan. Lopen ze hoor. Twan en Rafael, mijn grote vrienden. De eerste reageer op video, ja. En mijn naam is Mark. Eerste ontmoeting met Mark, oh jee. Hij moet dit eerst nog opzoeken, ja. Oh. Dus daar staat het. Nou, daar staat het. Toen had ik nog gewoon 10 abonnees, jongens. En geabonneerd, heel goed, jongens. En belletje niet aan, jongens. Kijk omhoog. Ja. Belletje aan dus. Niet? Ben toch leuk om te kijken, jongen. Dat was mijn intro toen. Oh ja. Ja, en ik heel veel in daar. Ja. Oh, fijn. Ja, smoesjes. Ja. Toen waren die jongens nog. Was je nog een beetje sportief, jongen? Maak je auto rijden. Hey, heb je wel eens niks bij de voetbal? Wat de kwaliteit doen, hè? Oh ja. Oh. Wat wil je nou, Mark? Kom op, Gabriel! Ja. Hoor de video niet. Sorry, hoor je hem wel. Als het goed is. Dat was stom. Dat was een paar leuke leuke beelden van mijn voetballers. Achter! Oh, achter hier. Kijk, ik ging met mijn voetballen.
Hij voelde maar geen voetballer. Ja, wel voetballen, maar niet kunnen filmen. Goed filmen. Dat ben ik. Dat was natuurlijk nog heel goed, dat ik voor mijn 8 doelpunten totaal zie. Ja, raakje. Hallo raakje. Oh, het is niet westen. Ja, doe normaal niet ook nog. Ja, het is niet westen, ik maak lekker enthousiast. Ja joh. Wel ja. Alleen dat is wel, hè. Ja? Ik heb het al mijn voeten, hoe is het? Ja? Oh, ja, hoe was het? Hoe was het? Ja? Ja? Mijn vader? Ja. Ik had het. Ik verstond je wel, maar. Ach ja, je bent gaat toch? Al te snel toe. Oh ja, zullen we weer achter naar zo. Zullen we naar zo'n fles niet achter te doen? Oh ja, dat is wel inderdaad. Hallo, daar zijn we hier. Wie is dat met Rachel? Ja, mooi. We hadden toen altijd al honger, dus ja, het was niet. We hadden een boodschap. Maar ook visite om je groep zo uit te halen. Ja, wat ja, daar zitten wij bij het wel. Zo, we zijn hier bij het Stans Huis. En hoe is het hier? Ja, goed. Ja? Van je hier nemen we dan? Ja, leuk. Ja? Stan, wil je ook nog bij komen? Nee. Nee, ja, nee, niet doen. Oh, ah, kijk eens, dames en heren, ik ben vandaag bij de voorzitter aan het bezoek en dan gaan we logeren hier. Ja. Hoe is het, jongens? Ja. Naast wie ben ik hier? Antoine. En? Nee. Ja, jullie ja. Kennen mij van mijn video's, zie je wel. Nee. Laatste keer. Waarschijnlijk wel. Oké. Willen jullie er ook op, jongens? Ja? Ja, inderdaad, op een zo. Oh, jongens. Kom je ook weer op de game hier? Ja. Zo, dat is wel een luxe hoor. Luxe oppas. Daar zijn we de oppaskikkers die altijd bij de buurman Twan kwam, zeg maar, en Fortnite spelen uit Twan. Ja. Dus dat is wel heel leuk. En dat was zeg maar, de eerste keer dat Mark bij Twan logeerde, zeg maar, en dat Mark bij mijn voetbalwedstrijd had gekeken. Diezelfde avond gingen wij nog uit en dat was ook een hele avontuur, om even kort samen te vatten. Huh? Of heel avontuur. Deze avond, wat? Ja, diezelfde avond gingen wij naar Dika toe. Dat was die avond. Lekker was die avond. Ja. En dan komen we nog bezoeken vanavond en dan gaan we slaan aan. Oh ja, dat was het jaar. Ja, dat was het jaar. Dat was ook de eerste keer dat we Mark hebben ontmoet. Ja, dat is de eerste keer Mark hier kwam. Ja. Kijk, wat hier ging naar huis. Gingen we naar Dika, jongens. Dika is een heel leuk mooi uitspraak. Dika, ja, ik wil even reageren op de Dika natuurlijk. Ja, dat is de eerste uitgaanscentrum die echt best wel breed is of zo. Een of andere manier, dat je meerdere zalen hebt. En ja, dus je hebt verschillende muzikale keuzes. Je hebt een groot muziekhal waar artiest was. En andere zijn allemaal andere muziek wat je kon luisteren. Overal een beetje waar je drinken kon halen. Dus dat vond ik wel tof. In Arnhem of een Wageningen heb je dat niet, om te zeggen. Dus dat vond ik wel een mooie ervaring. We zijn in ieder geval, ik wil in ieder geval de vlog van vandaag afsluiten, dan zie je niet hoe morgen het wegkomt. Was de vlog morgen? Van dit vlog nou? Met iets anders toen. Ik wil geen dronken gezicht om. Was toen een vriendinnetje van Rafael. Tot morgen. Tot morgen. We hadden heel wat stuk om moeten rijden ook. Dat was echt waardeloos. Dat was echt een heel stuk om mij. Ja, toen wel ja. Dat ze de makker een beetje gek te doen. We hadden toen een hele kamp bier, geloof ik. Ja, het was wel gezellig. Ja, Mark heeft zich uitstekend vermaakt. Ja, zeker. Johnny Junior was er toen. Johnny Junior. Ja, precies. Ja. Die zou dit jaar weer komen, maar zou precies zo te laten weggaan. Ja. Ja. Wel goede kwaliteit filmen. Dan was weer een beetje terug zitten. Wat vond je dan van die dag? Ik vlog toen met mijn telefoon, ik zeg deze. Die is nu kapot dan. Maar dat is de kwaliteit natuurlijk veel minder dan als je met een vlogcamera filmt. Maar sowieso met donker is ook camera niet zo goed te filmen natuurlijk. Maar met de telefoon helemaal niet. Die heb je minder. De dag daarna hebben we ook nog een aparte. Net hebben we ook nog gevlogd. Maakt u nog weekvlogs? Laten we ook, ik ga straks een poll aanmaken met een i'tje erboven, met deze video en of met deze livestream als je een livestream nu aan het kijken bent.
met wat jullie willen. Zou ik nog beginnen met een weekvlog of een dagelijkse vlog of gewoon net als nu een weekendvlog? Laat het me weten in de chat of in het i'tje erboven. Dus ja. Wie weet gaan we dan binnenkort wel beginnen met te vloggen. Nee, sorry. Ik moet even terug. Ja, dat zijn we al geweest. Ja, dat zijn we al geweest. Bij het twijntje liggen. In ieder geval dat lekker lui. Ja, lekker lui zijn. Moest wel een raafje werken voor mijn website voor een stage. Anders zit ik ochtends altijd in mijn pyjama. Het was maandag veel langer dan. Was het de volgende dag was. Ik weet niet meer. Volgens mij was maandag ook. Echt meer smallen qua gezicht toen je wat jonger was. Ach, daarna. Ik heb echt gezien in jaren tijd dat de gezichten heel anders waren dan nu. Ja. Dus dan ga je altijd iets doen in dan. Dat was mij op zondag toen. Ja, we waren net wakker uit onze. Ja, dit was zondagmiddag, ja. Ja, inderdaad. Bijna zondagavond, denk ik. Weet het niet meer. Of wel als het echt vroeg werd. Toen gingen wij. Toen gingen wij. Toen gingen wij. Toen geregeld had toen. We hebben zo'n ijsje nog aan ons. Super aardig natuurlijk dat hij iets had niet geregeld. Maar Mark was maandag weg, maar ik was toen nog een dagje extra geweest. Nog een dagje extra gebleven en toen heb ik met Mark nog gesport. Ja. Is dat weer een andere video, maar. Is dat weer een video. Ik kan misschien hier dan laten zien de volgende video van maken. Ja, je hoort eigenlijk bij dit weekend, ja, maar het weekvlog was toen maandag tot maandag, dus, maandag tot zondag en dan maandag begon het nieuw, dus ja, vandaar. Maar ja, zo kon je wel weten, oh, wat zal dan volgende week dan zijn, weet je wel. Als we weer terug zitten, dan weet je toch niet wat GoPro willen maken of iets, ja, dat weet ik ook nog wel. Ja, toen mocht ik nog een telefoon op de fiets vasthouden. Toen mocht ik nog bij een tran achterop. Ik hou van de natuur, jongens. Ja. Ik hou echt van de natuur. Dus ik denk bloemen, vogels, dieren, bomen, zee of rivier, wat platteland, weet je wel. Ik vind het super mooi om te zien. Ik hou echt van de natuur. Zou ik nog geen rest niet? En nog op de helft. Prachtige bomen in Nederland. Hallo dames en heren, ik ben ook met ja, we zijn er. Ja, we hebben achterwater, dus ik kan niet goed verstaan, maar. Ja. Oh ja, toen hebben jullie mij weggebracht, hoor. Ik kwam toen s'avonds weer. Ja, ja. Zijn jullie niet de bos in geweest? Ja, niet. Nee. We hebben nog een stukje gewandeld. Een stukje gewandeld, hè? Oh ja, toen hebben jullie mij. Dat is ook niet. Want toen was ik toch geloof ik met mijn toen niet tegen mijn huidige vriendin. Ja. En toen ging ik vloggen zeg maar s'avonds terug en toen reed ik bijna tegen een man aan. Maar ik had met mijn mobiel zat te filmen, weet je wel, dat ik en zo. Ja. Laaf je niet twee dingen tegelijk doen, hè? Ja, met mijn toen niet tegen mijn huidige vriendin. Het was echt een leuk weekend, hoor. Het was echt een groot weekend. Het was zondag nog. Ja, mag dat natuurlijk. Het voelt net als of gisteren, dat we net pas ontmoet hebben, weet je wel. Ja, toen kwam ik later even eten en ik kon wel. Ruim een jaar. En het voelt zo sterk, de vriendschap tussen ons. Zo, dames en heren, we gaan even lekker luisteren met Dennis van Voor de Zun. Voor de Zun was het. We hadden toen ook een heel goed bekeken livestream, toen niet hij nog. Ja, zoals. Als ik even zie, Mark, hè. Dan herinner ik me die hele dag weer. De hele weekend, heb je dat ook? Ja, ik ook net op de dag gisteren. Wat erna kwam zijn met zo'n vlag, toen gingen we dus afscheid nemen, toen hebben we hun nog gespot. Ja, dat zag ik ook even zien. Ja. Dat had er eind nog wel een beetje bij. Hij had die deed een weekvlog, dus dat deed tot maandag tot met zondag. Ja. En aangezien maandag dan weer een nieuwe week was. Je begrijpt het. Ja. Moet je even kijken hoor, Mark heeft zoveel vlogjes gemaakt. Ja, heel veel. Even kijken, nou. Als je filmt daarna, video die daarna komt sporten met Twan. Ja, sporten met Twan, ja. En kijk, en hier hebben we dus de tweede filmpjes. Ze ging dus op een maandagochtend dit, wat we nu filmen, wat Mark nu heeft gefilmd. Toen ging, ja, eigenlijk was dat echt bij de ene en laatste keer dat ik Mark zou zien, zeg maar. Toen die dag, want laatst zag ik hem weer. Op een stage ook. Toen kreeg ik nog een heel leuk cadeautje van Mark, weet ik nog wel. Oh ja. Dat weet ik ook nog wel. Twan en ik hebben hetzelfde cadeau gehad. En Mark geloof ik heeft ook hetzelfde eentje. Ja. Maar dan zullen wij zometeen nog even tonen in beeld.
zo'n stage lopen. Oh ja, de kruidvat. Ja, bij de kruidvat. En dan is het tijd om naar opname te gaan, om daar te eten. Om naar wachten van toen weer het huis opruimen. Ja. Lekker koffie drinken. Lekker koffie. Mark, je bent echt een zonblapper met koffie. Ja, eens gelijk. Hé, maar hier ging naar mijn stage toe. Dit was een relaas dan. Ik krijg al Luciaan. Ja. Dames en heren, daar zijn we. Lekker lopen, sportkleren bij ons. Ja, lekker sporten. Nou, dan moet je even. Ik had even al een keer pasje bij me. Hoezo ik een pasje bij me? Ja, ik kan niet meer sporten. Oh ja, dan. Ik had geen abonnement meer op de sportschool. Maar ik kon aangeven dat ik. Ja, gewoon even op proefles wel. Nou, Twan, hoe was het eerste keer met mij sporten? Ja, we hebben lekker actief gesport. Ja. Ja? Ja, dus dat was wel even lekker weer. Het is lang geleden trouwens dat ik weer gesport had. Ik zal het wel weer een keer gaan doen. Dat was leuk. Ja? Hoe was het eerste keer met mij sporten? Ja, ik wist het wel een beetje. Ik ga weer gaan sporten, dus ja. Dan moet ik gewoon hier oppakken weer. En zo, maak nog meer leuke filmpjes met ons. Dus je kunt altijd even kijken op zijn kanaal. Of ben ik heel sportief bezig, zie je dat? Ja, maak ik weer goed gefilmd. Toen had ik nog mijn bed van jongen gezegd. Ja. Dat is maar een jaar geleden, besef dat even. Ik eet zoveel patatjes. Ja, dat is wat zo. Ja. Ik ben best wel actief aan sporten. Toen deed ik ook nog zoveel sporten maand toen je deed, toch? En daarvoor? Nee, dat was daarvoor. Ik maak dus de armen aan het trainen. Maak een mooi spieper nog zo. Dank je wel, Raafje. Het is wel lekker aan het fietsen. Nou, het wordt een heel gewicht aan het heffen, ja. Oh no. Ja, actief. Maak je ook. Maak je ook. Maar dat heeft hij versneld, zie je dat? Ja. En dit is lang. Dus zo snel kan ik het ook wel maken. Ja, ja. Zie je naast in de spiegel filmen? Ja, en na de sporten dan moesten wij... nog iets naar Rafael brengen, want die had toen nogal een e-smoker. Dus je moest glas hebben, dus moest even naartoe brengen. Oh ja. Kijk, daar waren we allemaal door, daar met sporten. Ja. Maak die licht daar in de kleedruimte. Ja. Mark, bij de kleedkamer weet je dat je moet omkleden en niet moet gaan liggen, jongeman. Ja. Foei foei. Ja. We hebben gespot, ja. En misschien gedaan voor jullie. Salam! Ja, toen zal Mark me nog even, want toen heeft hij nog wel langs gedaan. Ja, als je er even centrum mee geweest, dan zeg ik omdat je boos had. Mark, bij de kleedkamer weet je dat je moet opgeleiden moet gaan liggen, jongeman. Foei foei. Ja. Het was wel gezellig, ik kan zien wat Mark in huis. Toen is het bij mij nog geweest, want ik was thuis aan het lopen bij de kruidvat toen niet weet. Ja. Want ik moest dat doen voor mijn opleiding. Ik deed toen eerst week op liever 3 nog. Ja, toen niet weet. Ik ben nu afgestudeerd, maar... Toch? Ja. Precies. Toch ging Mark, wat ging Mark toen doen? Ging Mark naar huis toe. Ja, dit nog niet. Volgens mij was dit nog onderweg naar jou toe, maar we wilden nog treintjes gaan filmen. Maar Mark is gek op treintjes filmen. Ja, ik ook trein. In dat opzicht heeft Twan en Mark wel een beetje dezelfde passie. Een pretpark en vindt hij mooi. Oh, je bedoelt hier, bedoelt hij? Ja. Dit nog niet. Volgens mij was ik gestopt van treintjes spotten. Ja. Gestopt. Mijn reisje. Volgens mij weet ik haar bestond, dat herken ik niet. Oh nee. Koetjes. Ze komen allemaal aan mijn kant op, zie je dat? Maak je wel fan van de koetjes? Ja. Ja, Mark is fan van de koetjes. Koetjes en kalfjes. Maar ik vind sowieso dieren wel heel leuk, want een van de laatste vlogs. Toen. Ook bij de kinderboerderij, denk ik. Ging die ook weer met dieren praten. Met praten. Dat is wel grappig. Ja, dat is verhaal alleen nooit. Volgens mij was het in de buurt van, je weet niet, een race of zo. Maar ik vind sowieso dieren wel heel leuk. Want, ja, voor mij wel. Oh mijn god, soms zie je geloof ik zo'n trein. Het van weet wel af dat het is. Zo'n Duitse trein van. Oh ja. Wat is het van een trein? Dat is een darretje. Een darretje. Ja, die is nou niet meer trouwens, by the way. Nee, ja, dat is nog sorry. Maar hij staat er gelukkig nog wel op, dus dat ben ik wel blij. Ja. Dan mogen we als beeldmateriaal van die trein. En de mat 64, dat is die hondenkop, apenkop, ja, hoe je het noemt. Ja. Geef zelf aan wie maken, mevrouw. Of van. Ja. Dus dat was wel op kanaal van Mark. Of mijn andere kameraad Wietse. Hey, Twan, daar is de trein uit Almelo. Ja, die gaat naar Duitsland toe. Ja.
Mark, wel mooi van trouwens, hè? Dankjewel, man. Zo mooi ben ik. Geen verstand van moet je maken, man. Die wolken zo en die treintjes zo. En de spoorwegovergang zo. Dat wel, als je weer terugkijkt, hè, op dat weekend. Dat we met, de rest allemaal niet. Maar dan, als je zo terugkijkt, hè, op het weekend, de eerste ontmoeting met Mark, wat vond jij daarvan? Ja, vond het wel leuk. We hebben lekker veel gedaan. Lekker enthousiast, alsof we elkaar al vaker ontmoet hebben. Ja. Maar ja, dat was wel leuk, leuk om weer veel gedaan te hebben. Peter vraagt, hoe hebben we Mark eigenlijk ontmoet? Ja, eigenlijk, nou, dat is wel grappig. Want ik nog iemand zijn YouTube deed. Op YouTube kanaal had. Heeft. Ja, dat is het kanaal van Nick. En daar had op een gegeven moment een nieuwjaarswens of zo. Of ja. Hoe noem je dat? Een nieuwjaar. Iedereen heeft zeg maar een nieuwjaarswens. Of een nieuwjaarsgroet gedaan of een video. Ja. Van gelukkig nieuwjaar beste wensen en vrolijk 2020. Ja, nou dat. En toen kwam Mark er ook in voor. Dus ik denk, oh, dat is wel. Lijkt me wel aardig. Nu heeft ook wel leuke video's. Want ik heb meteen ook even gekeken van, oh ja, wie is dat? Zag wie is de Engert? Toen reageerde ik op de video eigenlijk. En zei, oh ja, leuk. Het kwam eigenlijk wel weer een praatje op de YouTube video. Ik weet eigenlijk niet eens meer welke YouTube video dat was. En zei er Instagram. Nou ja, zo is het eigenlijk begonnen. Toen hebben we op Instagram nog een beetje gepraat. Toen zei ik ook nog, dat ook een YouTube kanaal en zo. En Rafael is er toen bijgekomen op een gegeven moment. Ja, ik dan komt er, en dan is Facebook, WhatsApp en dat soort dingen. Ja, daar begint het mee, hè? Ja, ja Tom begon ermee, zeg maar, uiteindelijk ontmoet hij mij en zo is dat balletje gaan rollen. Ja. Ik had het weer recht. Ik kwam Mark eigenlijk tegen via dat andere YouTube-kanaal. Ja. En, ja, van Nick Mansoff. Ja, daar raak ik op gereageerd. Dus ja, zo doen we. En toen kon hij bij ons kijken, toen gingen we met hem praten. En zo speel ik ja, gelukkig ging ons met kanaal reageerde die daar heel vaak op positief, dus dat is natuurlijk wel leuk. Ja, en dan vraag je Facebook heeft of WhatsApp of zo, dat je dat lukt. Zo zijn we gaan afspreken. Zo ja, toen hebben we een bargeven met afgesproken, natuurlijk via Benner, Skype. Van mij hebben jullie toen heel lang gepraat en toen pas afgesproken. Ja, is praten, is vriendschap. Het kost wel tijd hoor, mensen leren kennen. Zeker. Dat is natuurlijk wel, is niet één op de andere dag natuurlijk. Nee, en je moet elkaar vertrouwen. Ja. Al een paar maanden is het alleen YouTube vrienden of is het gewoon vriendschap of, en? Dus ja, dat is altijd er af, afwachten. Je kent mijn jongens, Zo lang al. Ja, je moet iemand toevallig per toeval tegenkomen en dan moet de clip er ook maar net zijn. Ja. En, de wil moet eigenlijk ook zijn, dat iemand niet wil. Ja. Leuk van ik hou van dingen doen, Tony houdt van dingen doen en Mark houdt ook van dingen doen. Zoals een keer een gameplay opnemen of een keer dit doen of een keer een leuke challenge doen of weet ik veel. Ja, als je dezelfde interesses hebt, dan praat je ook makkelijk over bepaalde dingen. Zeker. Dus als je bijvoorbeeld een pretpark heel leuk vindt, dan praat je met iemand die YouTube doet en dan praat je over pretparken. En als diegene dat ook vindt en als diegene je wel wat beter leert ontmoeten, ja. Je moet leren kennen, ja zo gaat dat een beetje. Ja, zo is de wereld. Ja. Maar mensen, wij vinden het ook een leuk moment om de video af te sluiten. Ja. En de afsluiting mag dan doen. Het was wel leuk om dat even te laten zien, dat was de allereerste ontmoeting tussen Mark en ons. En dat was super leuk, we hebben veel gedaan. En Mark niet zo boos kijken volgende keer, hè? Oké, we gaan volgende keer huilen, ja. Het was wel leuk om even naar reageren op te doen. Ja, dus misschien heb jij wel een leuke video waar we op kunnen reageren. Laat het ons weten in de comments. Ja. Misschien moeten we wel een keer kijken nemen op jouw kanaal. Of heb je een leuke, weet ik veel wat. Als je wil dat wij reageren op jouw kanaal doen of zo. Of weet ik veel, iets anders. Misschien zullen we nog een keer een aparte video maken van een aankondiging en dan delen op social media, zodat andere mensen erop kunnen reageren, zodat we daar weer een reageren op kunnen maken. Oh ja, wat spannend. Dat is mooi. Ja, dus ja, dat mag natuurlijk altijd. Ja, dus mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Vond het leuk, doe een like omhoog. Ben je nieuw? Ja, abonneer even. Pas ons abonneer ook even op onze Instagram, zwartjoep.nl. En op Mark Vlogkanaal. YouTube IG, geloof ik. Of IG. Mark Vlogkanaal IG of zo. Instagram. Ja, dan vergeet dat echt. Ik wil even neer. Sorry, Mark. Instagram zetten. Ja. Dus, ja. Oh ja, moest nog even laten zien wat Mark ons gegeven had. Mark weg. Oh, daar helemaal. Wacht even, gaan we even pakken. We zijn er weer. Ja. Dus toen Mark wegging, had hij ons alle twee een cadeautje gegeven. Zoals zelf ook. En dat was deze foto. Ja. Ik wens het kunnen zien. Dat is die foto. Niet even. Reflectie erin, maar je ziet er nog niks van. Kijk, mooi! Ik heb hem ook! Ja. Echt leuk geworden, Mark. Ik heb hem ook! Mark, die vond wel leuk om dat te geven. Dat vond ik super leuk. Dat was zeg maar de avond dat we uitgingen, zeg maar. Ja, dat was uitgaande avond. Op zaterdagavond was dat nog. Ja.
Ja. Heeft hij die foto gemaakt en op maandag heeft hij dit uitgeprint. Ja. Dat was wel grappig. Het hebben we een lijstje gekocht. Mooi! Dus, ik heb het ook. Dat nog even afgegeven. Ja, precies. Dus mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot de volgende video. Doei! Doei.